Twente trapt af. Dat heeft de TOS bepaald. Deze voor beide ploegen. Eén na laatste wedstrijd van het jaar 2020. VVV speelt hierna uit tegen PSV. Waar Twente dinsdag Sparta ontvangt. Leguizuelo. Ja, de rechtercentrale. Piri de linkercentrale. En Drommel. Tsjechny krijgt hij mee. Kan hij binnendoor komen bij zijn mannetje. Het balletje terug. En dan is daar niet de goal. Omdat er een overtreding is gemaakt. Dat zal Tsjechny hebben gedaan. In de rug van zijn tegenstander. Daarna was er Danilo. En dat is dan het snelle begin wat we zo vaak bij FC Twente zien. Begon ik door Arias eigenlijk een beetje bevolen om wat ver te gooien in de 16. Richting Arias voor de doelkoppen. Sheva. Ja, dat is sterk gespeeld. Maar ook daar was een overtreding die daar aan vooraf ging. Beetje vergelijkbaar met wat er in de eerste minuut gebeurde. Buitenspel, dat zou het ook kunnen zijn. Dat is het denk ik niet. Hoewel hij wel met zijn lichaam naar voren gaat. Het was inderdaad buitenspel. Daardoor geannuleerd te treffen. Tsjechny. En de kopbal gaat net naast het doel. Danilo. Kiesbaum. Dit keer gebruikt Brama zijn lichaam goed in het duel. Maar dat was ook niet met Arias, maar met Giacomacchi's. Dit is een goede bal. Tsjechny die stapt op de bal en kan dan misschien kappen eruit schieten. En dan Kiesbaum die kan rennen. Halverwege de eerste helft. Maar de eerste 10 minuten 2 afgekeurde goals. Daarna gebeurde de hele tijd niks. Dan hadden we zojuist uiteindelijk weer eens een kans voor Vaclav Tsjechny. Die hier eerst op de bal stapt. Dan toch nog al kappend en draaiend. En voor zijn linker krijgt. Ilić. Goed naar het midden. Kan hij daar wat mee? Net niet die bal steken bij Danilo Tsjechny. En dan wel Danilo. Goed hoek gevonden. Prima goal van Danilo. En in de 27e minuut komt Twente wel op 1-0. Nummer 11 van dit seizoen. Deze aanval met Ilić, met Tsjechny. En die met rechts. Simpel paasje. Maar effectief was het zeker. En dan zoekt Danilo de hoek en opent hij de score. Ja, dat is die voorhoede, Menig, Danilo en Tsjechny. Danilo nu op 11, Menig 5, Tsjechny 4. Die zijn er zo goed voor 20 goals met z'n drietjes. Drommel. Volgende bal richting Danilo, Tsjechny. Schmidt laat hem even stuiteren. En dan kon Ilić erbij komen. Die is behendig. Brama. Oosterwolde voor het schot. Oosterwolde voor het schot. Rechts op de keeper af. En dan Eboué. Na de stuiter schiet hij hem over. Kansen voor de backs van FC Twente. Eerst Oosterwolde met het schot. Daar kon Kiesbaum nog achter komen. Het begon eigenlijk omdat hier Schmitz hem al liet stuiteren in plaats van wegspelen. Krijg eerst het schot van linksback Oosterwolde. Zwaar recht op de keeper. En dan de volgende kans is voor rechtsback Eboué. Bij de eerste paal neergelegd. En hier Menig, redding Kiesbaum, kopbal, wederom redding Kiesbaum. En zo kort na de 1-0 van Danilo. Toch een minuut of 4-5. Een serieus aantal kansen voor de FC Twente. Om die tweede alvast te maken. Ja, het zegt alles. 63 om 37% balbezit voor Twente. Aantal schoten 8 om 1. Een schot op doel heeft VVV nog niet voor elkaar gekregen. Voorsprong is alles volledig terecht te noemen. Het is alleen zaak voor Twente om zo snel mogelijk de tweede te maken. Bij daar tenminste, maar vanaf. En Tsjechny legt hem neer. Ilić onderkant laat dan. Ilić kopt hem dan over het doel. Want het zijn wel erg veel kansen langzaam maar zeker die Twente nu
heeft gekregen. En van er slechts eentje inging. Ook nu weer. Grote kans. Ilić op de lat. Bal werd van richting veranderd. En daarna kopte hij hem over. Maar hoog tijd voor 2-0. Roeratu. Tjerni aanspeelbaar. Meteen naar Ilić. En Ebuehi. Vallend en opstaand. En uiteindelijk vallend. Dus de vrije trap voor FC Twente. Tjerni met de vrije trap. Oosterwolde niet. Weggehaald Lindhorst. Danilo met de kans dan. Ilić. Die zat ervoor weer. Dan wordt Ilić afgefloten. En krijgt nog geel ook. Ja, ik snap al waarom. Ebuehi. Ontdoet zich van Joshua John. Komt Lindhorst in de buurt. Tjerni. Toch zijn rechterop teruggelegd. Prima gedaan, menig. En ze zouden wel eens een goal kunnen maken. Want hier krijgt Kiersbaum weer de mogelijkheid om de reddende engel te spelen. Zinedine Meshesh, hij in de ploeg, zal aan die linkerkant van dat middenveld gaan spelen waar Joshua John de eerste helft speelde. Meshesh, die de bal volledig mist. Goed weg Roemeratu. Prima hakje Roemeratu. Ilić. Tjerni hield even in. Hij moet nu flink aanzetten om alsnog bij die bal te komen. Drie mensen mee. Een stuk of zes terug van VVV. Tjerni, ja. De assistent wat moeite heeft met de warmlopende spelers in de hoek daar. Want het is een beetje ook in zijn looplijntje. En als je dan een sprintje moet trekken. En je moet dan ook nog eens even kijken of er niet een paar van deze jonge lieden in de weg lopen. Ja, ook heel veel ruimte hebben ze ook niet om daar met een mannetje of 10 warm te lopen. Of 9 in dit geval. Dat is natuurlijk al gewisseld. Het is een keer, maar het zijn er 10 die er warm lopen. Best veel. Kiersbaum heeft hem. Dat is niet anders dan wat het voorrust was. Piri. Noem maar aan toe. Afstanden worden wel erg groot. Is er veel ruimte. Hier bijvoorbeeld voor Ilić. Tjerni verder naar rechts. Ebuehi prima gespeeld. Twente wordt het ook beloond met? Nee. Want de bal richting Danilo is niet helemaal juist. En Koen kan ertussen komen. Maar dan kon Twente even gebruik maken van de ruimte op het veld. Brama komt weg. En Tjerni doet het even zeer. Dan is dit Koen die het... De bal zit weer voor VVV laat zijn. Een 6. Karios. Een 6. Dat is niemand. Het was langzaam maar zeker een hele slechte wedstrijd aan het worden. Gejaagd door drie man. Ilić. Oh! Wat een mooie goal zeg. Wat een pracht van een treffer van Ilić. Schitterende treffer. En dat levert dan de 2-0 op. Dit is Chris Koen. We gaan er 3-4 man naartoe. En dan is hij het kwijt. En dan maakt Ilić het fantastisch af zeg. Wat een schitterende treffer. Koen onder druk. Onder andere door Ilić zelf ook. Schitterend afgemaakt. Prachtige treffer. Je ziet ook Menig kijken. Die is lekker. Overstapje van Tjerni is prima. Ilić. Danilo. Valt zelf. Ebuehi. Appel voor Hens. Als het echt daadwerkelijk Hens is, dan komt de arbitrage dan nog wel op terug. Ilić. Tjerni. Menig. Probeert daar de 16 in te komen. Pagonik verdedigt. Ja,
uit te draaien. Heeft zijn handen op zijn rug. Gewoon door. Ja, toch. Een vrije trap van Van Krooi. Richting de laatste 20 minuten van deze wedstrijd gaan. En een treffer zou VVV wat kunnen opleveren. En die valt nog binnen ook. Het is 2-1. En ineens zijn ze dan weer terug. Lindhorst. Zijn tweede van het seizoen. Lindhorst bij deze vrije trap. Ja, gaan we kijken of het buitenspel is. Daar zeker niet omdat het doorkoppen is van een speler van Twente. En Lindhorst krijgt hem binnen. En dan staat het 2-1. Komt dan dat geloof weer terug bij VVV. We zitten in de 81ste minuut. Dus Twente heeft nog geen één keer gewisseld. Stan van Dijk komt erin. Dat is een grote reizige jongen. Die zal als derde spits gaan fungeren. Giacomakis uit de draai. Maar wel redelijk ruim naast. Schmitz gaat eraf, de linksback. En dan komt de spits bij. Anders op alles, anders op niets. Komaratu verslikt zich daar in Lindhorst. Maar vervolgens de overtreding, ja. Lindhorst zegt, ik had doorgekund, hè. Ik was er voorbij. Hier komen de mensen, Lindhorst en Koen. Die daar... een kans kreeg waar hij zelf ook geen rekening mee had gehouden. Die had natuurlijk graag die 2-2 gemaakt, want de 0-2 was omdat hij dusdanig onder druk kwam te staan dat hij de fout in ging. En ineens komt daar die bal. Roratu, controle is daar. Voetballen nu, Ilic, Tjerni, drie man mee, balletje mee aan Danilo, Menig mee. Ah, dit is slordig zeg. Want aan de rechterkant, Ebuehi. Had ook zo recht op het doel af kunnen gaan. Dit spelen ze slecht uit. Dario Dumic komt in de ploeg. Ilic gaat naar de kant. Dumic natuurlijk, omdat er net door VVV die lange Stan van Dijk is gebracht. Dario Dumic, extra centrale verdediger erbij. Om die Van Dijk ook een beetje in de gaten te houden en af te stoppen. Giacomakis is er vandoor. Giacomakis is er vandoor. En dat is dan de man die je daar wil zien, opduikend voor het doel. En dan is de wedstrijd voorbij en wint Twente dit duel met 2-1.